Yo, Buffalo's. Vandaag vlog 18 op speeldag 18 van de Superleg Pro League. Vandaag neem ik het op tegen Club Brugge in de Slag van Vlaanderen, deel 2. Ik kan kort nog iets zeggen over de vorige speeldag. En daarvoor gaat ik er niet over ons gaan, over een fout dat bij ons is gebeurd, maar over een fout dat bij Club Brugge is gebeurd. We hebben dan wel de fase van de goal wel gezien. Dat is van Thiago, dat wel degelijk geen buitenspel was. En ja, omdat dat voor alle ploegen is dat ik nu ga spreken, denk de VAR is het leven geroepen voor menselijke fouten te vermijden. Maar als er al menselijke fouten dan een keer gebeuren, ja, bij de VAR zelf, ja, wat moeten we dan nog verwachten eigenlijk van de VAR? Gelijk hij het gezegd heeft, ja, het failliet van de VAR vorig jaar. En dit jaar gebeurt eigenlijk steeds meer en meer ook opnieuw. Dus ja, de vraag is, functioneert de VAR eigenlijk wel nog goed genoeg? Ja, want ze hadden dan de rechtspraak ook aangevraagd. Ze gewoon de bond aanklagen. Club, uiteindelijk ja, heeft de bond al gezegd weten dat de match niet gaat herspeeld worden. Dus ja, daar haalt uiteindelijk ook niks uit. Dus ja, de VAR blijft een groot vraagteken. Maar dat gezegd zijnde, een tweede ding dat we over beginnen is ook over de Conference League. Want we hebben verloren de match tegen Maccabi Tel Aviv. Wat dus nadelig is, want nu moeten we ronde extra spelen. En oké, ja, we zijn door, dat is goed. Maar de groepswinst was natuurlijk nog beter geweest. Konden we een ronde overslaan en stonden we direct in de achtste finales. Maar nu moeten we nog een extra ronde spelen. En ja, we weten allemaal dat hij soms bezig is over dat we te veel matchen moeten spelen. En nu moeten we nog een extra match weer, twee zelfs eigenlijk, spelen. En we hebben soms al weinig spelers, ja, zeker nu met die Asian Cup en Afrika Cup die eraan komt. Dus ja, het wordt uitkijken wat dat zal worden. Maar kijk, we zijn de volgende ronde terug, dus dat is iets dat we naar uitkijken ook terug. En kijk, gasten, Slag van Vlaanderen komt er nu aan. We gaan nu aan de Matroos. Geniet ervan. En we gaan er alles voor geven. Hè. Kom aan, gasten. Slag van Vlaanderen, deel 2. Here we go. Yo! Laai, Rigi, laai! Ja, voilà, we zijn dan de bus. Ik heb het juist gehad over de VAR. Ik hoop dat ze dat niet gaan proberen goed maken vandaag, want het is Lardo en Vis. Dus het is ook dat ze niets gaan uitsteken in het voordeel van Brugge. Maar kijk, ja. We zullen het wel zien natuurlijk, anders zullen we eens een keer goed laten doen straks. En ja, het is ook dat ze een beetje spelen vandaag door ze. Want donderdag was het geen event, dus we zullen het wel zien straks, we gaan alles geven, dus come on. Ja, we zijn fout gereden, dus we moeten nu een omweg nemen in de wijk. Maar we gaan wel, we gaan nog 10 minuten, kom maar hoe. We gaan iets gelaten zijn misschien, maar we gaan ons nog steeds amuseren. Dat is nu Dika. Kan wel voorkomen dat Tissoudali meteen op wandel kan. En Kuipers doet het geweldig, maar dan ziet hij... Oh, een penalty of niet? Ja, wordt dat toch even aan de arm getrokken. Ja, er was de eerste tussenkomst al een beetje wanken. Ja, hier hè, bij de Kuiper. En dan nog Mechelen. En dan. Nou, Mechelen. Ja, helemaal. Ja, dat is toch een vervelend contact. Ja, daar trek je toch iemand mee uit balans. Inderdaad. Ja. VAR. Ja, met wat vertraging zijn we direct, 10 minuten later. Maar kijk, we kunnen het aan Breidel Stadion zien en we gaan nu naartoe. Blijkbaar is het al een penaltyfase geweest, dat niet gegeven is. Maar kijk, we zullen het wel zien straks. Yo. We zullen altijd zingen, ook al sneeuw. In goede of slechte tijden, en wie kent dit paard? Allee, allee, allee! 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 Blauw-wit zijn de kleur, waar ik ze weer aan. We zullen altijd zingen, ook als die haar. In goede of slechte tijden, elke kut weer paard. Allee, allee, allee. Allee, allee, allee. FCB, het is de hoe van FCB.
gast is terug. Yo, no, 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 no,
kan als je de afwas doet. En ze naam zijn meteen niet moeilijk doen. Is de kans voor ze stom gaan doen. De middenstand begint het land. Eet het dan ooit te voelen. Via heeft vroeger afgezien. Ze vaker jij om dromen. Sterren komen, sterren gaan. Alleen helft is mijn bestaan. Via heeft vroeger afgezien. Ze vaker jij om dromen. Buffalo, het, Buffalo, het. De manen vliegen, is aan de steek. En holomuren, dat is tiende week. Heeft mij maar klaar, op mijn gemak. Ken ook drempelijkes in mijn zak. Allee. Penalty.
Zeggen, maar het alleen maar echt verschrikkelijk. Zeggen. Hier is niet zo dat ze kunnen zeggen, schandelijk.
grote Rode naar zee. Nu hoort ze zitten die plets met ze. Raai, Rini, raai! Ik ga niet allemaal opzetten, Bob. Ik zie geen voerhand. Ja, voilà, we zijn terug thuis. We hebben met 2-0 verloren. Voor de tweede keer dit seizoen. Twee keer op Jan Breydel toevallig. Zoals vooraf gedacht, ging de VAR een belangrijke rol spelen in deze match. En dat is ook gebeurd. Eerst en vooral begonnen we met de penaltyfase op Kuipers. Ja, het is sowieso lichtjes, maar ik denk wel dat Mechelen hem vast heeft. Dan kan je even de beelden ook doen. Mechelen. Ja, helemaal. Ja, dat is toch een vervelend contact. Ja, zelf maar een oordeel vallen. Dan daarna is het de tweede penaltyfase dan. Dus voor Brugge dan de eerste. Uiteindelijk bleek dan dat Thiago zou buiten spel gestaan hebben. Vooraf aan de fase, zo gezegd. Maar dat bleek dan uiteindelijk niet het geval. Achteraf heeft de VAR de lijn nog eens opnieuw getoond en het was dus geen buitenspel. Dus een terechte penalty. Dan komen we 1-0 achter al. En dan de tweede penaltyfase, ja, is gewoon stom van Candus. Hij ging met zijn hand naar de bal. Overduidelijk rood. Geel, maar dan nog, het is niet slim van hem. Dan staan we 2-0 achter en met 10 man op plein. Natuurlijk is het kalf al verdronken. Dus een topper dat weer in belang van de VAR stond. Maar uiteindelijk al bij al moeten we zeggen dat we dat Brugge misschien wel verdiend gewonnen heeft. Had natuurlijk de match niet anders uitgedraaid in het begin van de match. Dat ging natuurlijk helemaal anders geweest zijn. Met 2 penalties winnen natuurlijk is ook niet echt overtuigend, maar boom, kijk. Op naar de volgende. En we staan altijd onze derde voorlopig, want Antwerpen moet nog spelen. En dat zullen we straks wel zien. Maar de volgende match is donderdag tegen Leuven, dacht ik. Dus daar zijn we opnieuw bij. En ik zou zeggen, knopje omdraaien, vanaf nul weer resetten. En, met volle moed naar donderdag hem, dus verwachting zit erop, wens je om te kijken. Het was vooral een sfeervideo denk ik vandaag. En het is toen dat we daar donderdag verandering kunnen brengen en er weer een winstvideo van kunnen maken. Dus hartstikke tot de volgende. Yo!